Ook in Dordrecht zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen in volle gang, zoals hier op het stadhuis. De stemhokjes worden opgebouwd en alle materialen, stemformulieren en rode potloden komen op zijn plaats. Het wordt voor de bouwers een latertje vandaag. Vandaag zijn we tot een uurtje of 10, 11 bezig. En met het afbouwen tot een uur of 4 s'nachts bezig. Dus. Ja, wat is jullie dagelijks werk eigenlijk? Ik werk zelf in de accu's. Dus die lever ik. Maar dit is voor erbij. Gewoon lekker vrijwillig. Nee, je krijgt, nou, krijgt er wel een vergoeding voor. Ik krijg er al geld voor. We werken ook in dienst. Maar dit is niet mijn standaard werk. De stembussen, wat zit er nog meer? Ik zie tafeltjes, ik zie de hokjes, een soort kartonnen kokertjes. Ja. Wat hebben jullie allemaal bij je? Dat is licht, posters, maar ook bijvoorbeeld eten, wat erbij zit. Want de mensen die... Het stembureau. Precies, ja, die moeten wel natuurlijk eten en drinken. Afgelopen zomer, 7 juli, viel het kabinet. En net als vermoedelijk alle burgemeesters, dacht ook Wouter Kolff, daar gaan we weer. We hebben natuurlijk al behoorlijk wat verkiezingen gehad, ieder jaar opnieuw. En nu dachten we even rust te hebben tot aan de Europese verkiezingen, maar daar komen toch nog Kamerverkiezingen tussendoor. En dat is een enorme klus voor mensen in de organisatie, voor mensen die op de stembureaus zitten. Het moet allemaal weer ingeregeld worden, uitgerold worden. En wij zijn ook nog hoofdstembureau voor de hele kieskring. En dat is het gebied, uitgezonderd Rotterdam, maar het gebied van Rijswijk tot Gorinchem. Dus dat is een hele kluif. Dat komt allemaal hier terecht. Elke verkiezing opnieuw leren we weer van wat er de vorige keer goed ging en wat er minder goed ging. En wat gaat er anders dit keer? Nou, er is eigenlijk één belangrijk stembureau bijgekomen op het Leerpark. Zodat ook de jongeren, de studenten die daar zitten, ook dichtbij kunnen stemmen. Op het stadskantoor komt een speciale voorziening voor blinde en slechtziende kiezers. Ja, dat heet een stemmal en dat is inderdaad een voorziening voor mensen die slechtziend zijn of helemaal blind zijn, zodat ook zij kunnen stemmen. Dat is een dure apparaat. Dat is een apparaat dat kost ons per verkiezing €3500. En daarom hebben we ook gezegd, dat doen we er één van en die zetten we op het stadskantoor. Zodat op een centrale plek in de stad mensen met een visuele beperking toch hun stem kunnen uitbrengen. Het wordt spannend. Als burgemeester staat u boven de partij. Ik mag u wel vragen, wat vond u van de campagne? Nou, ik vond het een campagne waar toch meer dan de vorige keer het over de inhoud is gegaan. En tegelijkertijd hoop ik dat alles wat buiten de inhoud om is gegaan, dus wat met partijen over elkaar zeggen of mensen over elkaar zeggen, eigenlijk wat lelijker is. Dat hoort erbij. Hè? Dat hoort er een beetje bij, maar eigenlijk zie ik dat zelf liever niet en hoop ik dat dat na 22 november ook snel verdwijnt. Want al die gemeenten en ook Dordrecht zitten echt te wachten op een kabinet dat weer gewoon voortvarend de draad oppakt. En die ook kijkt naar de noden van onze inwoners. 62 stembureaus in Dordrecht woensdag, waar ruim 91.000 stemgerechtigde Dordtenaren hun stem uit kunnen gaan brengen. Om 7 uur gaat het eerste stembureau open op NS-station Dordrecht. En een half uur later komen alle andere stembureaus. Tot 9 uur 's avonds kan er een stem uitgebracht worden. Daarna volgen ongetwijfeld gelijk de exit polls. En later op de avond ligt er een uitslag. En dan weten we hoe de komende maanden de formatie plaats gaat vinden voor een nieuw kabinet.